Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagavond en ik ben op school, want ik ben lekker even aan het studeren. Moet ook gebeuren. Ik ben nu nog bezig met oefeningen en zometeen ga ik nog even wat repertoire studeren. En straks ga ik gezellig naar Bas en Martijn samen met Soraya. En dan gaan we lekker Chateau Meiland samen kijken. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Ja, echt heel erg. Dus ik ga snel doorstuderen. In de keuken zijn Martien en Caroline begonnen met koken en is Maxime achter de computer gekropen. De familie speelt al een tijdje met de gedachte een groter chateau te kopen. Maxime speelt de omgeving af voor een nieuw pakket. Ik heb nou toevallig wel iets wat ik nog nooit gezien heb. Met een gracht. Je meent. Dit is echt kasteel. Kijk, hier doe je water in. Dat is er nu niet, maar dat kan. Ja, en waarom is dat water eruit gehaald uit die grot? Ja, maar dat moeten wij gewoon voelen. Maar kijk, dit is, heeft natuurlijk wel... Het heeft een hele goede vibe. Ja. Vibe? Ja, dan krijg je ook wel personeel. Dat vind ik dan wel weer een leuke gedachte. Ja, wat een goed. Er zijn niks meer te doen. Ja, maar hè? Ja. En dan met personeel. Wat is personeel in het Frans? Personals. Personals. De employé. Ja. Hè? Volgens mij is het helemaal. Oh ja. Employé. Entrepreneurs. Nee. Salarié of employé. Employés is het. Ja, zie je. Ja. Employé. Is dat gewoon. Dat is mijn bel. Zo, nou, het is vandaag dinsdag. Nog wel. Ik ga nu naar mijn bed, dus ik heb de hele dag weer niks gevlogd. Ik heb echt een heerlijk dagje gehad vandaag. Ik vind de dinsdag echt oprecht een van de chillste dagen van de week. We beginnen met dans en daarna heb ik altijd 3 uur tussenuur. Dus dan kan ik even naar huis. En dat is zo mega chill. Dus ik heb van 12 tot 2:30 thuis gezeten. Opdracht voor school afgemaakt. Daarna terug naar school gegaan. Dan heb ik nog dramaturgie en theateratelier. En daarna ben ik klaar. Dus ik ben wel pas om 7:00 klaar. Maar daartussen heb ik dus echt 3 tussenuren. Dus dat is echt mega chill. Ik vind het echt heel chill om tussendoor even naar huis te gaan. Daarna ben ik naar huis gegaan. Pizza gegeten, want daar had ik echt heel veel zin in. Film gekeken, nog even tv gekeken. En nu lig ik alweer lekker in bed. Ja, het was gewoon echt een chill dagje vandaag. Ik heb ook nieuwe schoenen. Die ga ik nog even laten zien. Ik heb namelijk deze schoen besteld bij Elise Store. Ik wilde al heel erg lang van die hoge Dr. Martens. Maar dat model dat kost dus echt €220. En dat vind ik dus echt iets te ver gaan. Ik bedoel, dat vind ik gewoon, vind ik gewoon veel te duur. Dus ik was op zoek naar een soort van namaak. Ik kon niet echt de perfecte vinden. Maar nu heb ik een paar waar ik echt heel erg blij mee ben. Dat is deze. Ik vind hem echt zo leuk. Ja, zeg maar, het model lijkt gewoon echt heel erg op Dr. Martens. Het zit ook, hij zit ook echt heel erg lekker. Dat vind ik ook heel belangrijk. En ik vond het printje heel erg leuk. Hij heeft dus een soort van slangen leer. Het is geen leer. Maar goed. Ja, ik ben hier echt heel blij mee. Er zit een rits aan de zijkant, dus dat is ook echt heel erg chill. Dus ze kosten
Ja, ik had nu 20% korting op de site. Dus ik heb er uiteindelijk nu €35 voor betaald. Eigenlijk kostte ze 45. Maar ja, echt helemaal blij mee. Nu ga ik lekker slapen. Ik wilde nog heel eventjes snel mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik niet elke week steady aan het uploaden ben. Als in dat ik niet echt op elke week op woensdag upload. Maar een beetje random. Sorry daarvoor, maar ik heb het gewoon ontzettend druk. En het is gewoon heel moeilijk om de tijd te vinden om te editen. Dat is vooral het grootste probleem. Ik bedoel, het filmen, dat is allemaal prima te doen. Maar om het allemaal te bewerken, dat kost gewoon best wel veel tijd. Die tijd heb ik eigenlijk niet. Dus ik moet het eigenlijk even anders gaan plannen. Als in dat ik dat in het weekend doe. Maar dat gebeurt nu steeds niet. En door de week heb ik er gewoon echt geen tijd voor. Heel erg sorry daarvoor. Ik wil ook heel graag meer video's voor jullie maken. Maar het is gewoon best wel onmogelijk met de studie die ik doe. Ik ben sowieso al super trots op mezelf dat ik überhaupt nog bijna elke week upload. En ik vind het ook echt super leuk. Dat moeten jullie echt niet verkeerd begrijpen. Want als ik het niet meer leuk zou vinden, zou ik het ook oprecht niet meer doen. Maar ik vind het nog steeds zo leuk om te doen. En daarom blijf ik het ook doen. Maar misschien iets minder structureel. Maar ik doe zeker altijd mijn best om gewoon video's online te krijgen. Want ik vind dat zelf leuk en leuk voor jullie. Dus ja, dat wilde ik nog even zeggen. En nu ga ik slapen. Nou, en we liggen weer in bed. Het is net alsof ik niet ben veranderd sinds het vorige shot. Maar jawel, het is de dag daarna. Het is woensdag vandaag. En ik heb even tussenuur. Het is nu 16:50 bijna. En ik heb om 17:15 heb ik Duits nog. En daarna ga ik studeren op school. Want ik heb morgen zangles. Dus ik ga lekker zingen nog. Maar ja, ik heb dus even een tussenuur. En ik ben echt heel moe. Maar ik lig nu ook in bed. Dat is eigenlijk niet goed. Want ik word daar heel moe van. Ik zweer, als ik nu mijn ogen dicht doe, ga ik slapen. Maar ergens denk ik, als ik nu mijn ogen dicht ga doen, dan moet ik over een uur alweer wakker worden. Sterker nog weggaan. En dan ben ik al helemaal naar de tyfus. Dus ik probeer echt om wakker te blijven en niet in slaap te vallen. Ik ben nu YouTube filmpjes aan het kijken. En dan krijg ik altijd echt super veel zin om te gaan filmen. Maar zeg maar niet op dit moment nu. Want ik ben nu te moe. Maar bijvoorbeeld net wilde ik ook gaan editen. En niks werkte weer. Mijn harde schijf flikkerde dit uit. En dan word ik zo chagrijnig. En dan denk ik, nou doe ik het later wel. Maar ik ben gewoon niet op dreef. Maar misschien komt dat terug. Dat komt terug. Ik voel het. Het gaat gewoon terugkomen. Maar het is er nu gewoon even niet. Maar het komt terug. Dus dat. En nu ga ik weer verder kijken. Dus doei. Oh, hallo. Het is vandaag donderdag. Fijn na vrijdag. Ik heb een hele leuke avond gehad. Ja. En nu ga ik weer. Ja. Want het is laat en we moeten gaan slapen. Zo'n slechte vlogster, maar dat wisten we al. Wow. Oké, dag. Vlog hoe je van de... Doei. Hoe je van de trap afloopt. Doei. Doei. Doei, kijkertjes. Doei. Doei. Zwaai maar. Dag Kees, dag Dirk, doeg. Heb ik alles? Ik mis... Ik heb mijn sleutel nog gedaan. Doei. Doei. Slaap lekker. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ben weer lekker bij mama thuis. En vandaag komt een collega van mijn moeder en die komt mijn haar verven en mijn haar knippen. En gewoon weer even mijn haar doen, want het is klaar. Mijn uitgroei is letterlijk tot hier nu. Ik ben half bruin, half blond. Ik wil het niet meer, ik wil weer blond. Dus ik hoop heel erg dat het een beetje gaat lukken. Maar het is best wel, mijn haar is best wel donker nu. Dus ik ben benieuwd of het een beetje mooi licht kan worden nu. En ik wil het ook gewoon weer even een beetje knippen. Want de onderkant is echt hartstikke dood. En er moet gewoon echt weer even wat aan gedaan worden. Dus dat gaat vandaag gebeuren. Daar ben ik blij mee. En nu ga ik even ontbijten, want ik heb honger. Oh my god. Ik ben zo intens blij met mijn haar. Ik ben gewoon weer blond, jongens. Ik moet er zelf echt nog heel erg aan wennen. Want ik heb het denk ik echt nog nooit zo licht gehad als dit. Maar ik vind het zo bizar mooi. En het is ook echt vanaf bovenaan best wel licht, zoals je ziet. Hier zie je nog best wel groot verschil tussen licht en donker. Maar dat wordt uiteindelijk denk ik nog wel wat minder. Maar
Oh, ik ben er zo blij mee. Echt, ik voel me echt herboren. Ik vind mezelf gewoon echt veel meer een blond persoon dan donker. Dus ik voel me gewoon weer helemaal gelukkig hiermee. Dus ik ben er echt zo blij mee. Echt, wauw. Het is echt zo mooi licht. Het is echt, mijn moeder zei ja, het is gewoon wit. En dat is precies wat ik wilde. Dus ik ben er echt heel blij mee. Zo, ik zit er even heel sexy bij met mijn onesie. En whatever. Maar ik ben me aan het klaarmaken voor de première van Anastasia. Die is vanmiddag. En ik ga nu even mijn make-up doen. Ik wil mijn make-up vrij licht en naturel houden. Want dat vind ik mooi bij de jurk die ik aan heb. Dus ik ga niet heel veel doen. Ik ga gewoon een lichte oogschaduw opdoen, denk ik. En gewoon naturel houden. Dat wil ik graag. Ik heb net even mijn haar gekruld. Straks komt Lisanne, want die zit bij mij in de klas. En die gaat ook. En die gaat mijn haar dan even mooi opsteken, want ik wil het niet los hebben, want dat vind ik gewoon een beetje, ja... Nee, wil er gewoon even iets mee doen. Dus ja, ik ga nu even mijn make-up doen. Zo, nou, we zitten in de zaal. Ik had eigenlijk meer willen vloggen net, maar het was ook wel hectisch en druk en warm. Dus ik dacht, we doen even nu pas vloggen. Maar we zitten en we hebben echt een super fijne plek. Ik ben echt heel blij mee. Dit is ons kaartje. Ik vind het helemaal leuk. En een programmaboekje gekregen. Maar ja, we hebben er zin in, hè man? Zeker. Ik zal even laten zien waar we zitten. Het is echt een mooi plekje. Jullie horen denk ik helemaal niks, maar het was heel mooi. Oh, dit ben je net op. Oh. Oh, hi. Het was heel mooi. Ja, we wachten nu op het trapmoment. Dat is leuk. Heel mooi. Mama is ook bijna de poten en ik ook.